Vandaag is in heel Nederland de grootschalige vaccinatie tegen Mexicaanse griep begonnen. In Middelburg was sporthal De Kruidmolen de locatie waar kinderen uit Veren en Middelburg naartoe zijn geroepen. Directeur Frits Hendricks van de GGD Zeeland legt uit wat de operatie allemaal inhoudt. Nou, er zijn ruim 4000 mensen uit Middelburg en Veren opgeroepen om hun kind te laten vaccineren. Of als ouder of broertje of zusje van jonge baby's. Gezinsleden van de allerkleinste te laten vaccineren. We verwachten ongeveer 70%, dus zeg maar 2800, 3000 mensen. De vaccinatie verliep goed, afgezien van wat opstartproblemen. Nou, de start was even stroef. Mensen moesten geïnstrueerd worden, het liep even uit. Er stonden opeens toch wel heel veel mensen voor de deur. En het regent buiten, en dat is vervelend als mensen buiten in de regen moeten staan. Dus we zijn echt geloof 5 of 10 minuten later begonnen daardoor. Nou, als directeur ben je natuurlijk erg benieuwd hoe zo'n massavaccinatiecampagne verloopt. En Middelburg is de eerste plek waar we beginnen. En ik wil toch graag even zelf polshoogte nemen van of alles naar wens verloopt. Je kunt niet van tevoren oefenen, dus je moet nu meteen aan de bak. En dat is spannend genoeg voor iedereen. En dan wil ik toch ook iedereen even een hart onder de riem steken van kom op jongens. Op verschillende locaties in Zeeland wordt tot en met vrijdag nog op grote schaal gevaccineerd.